Nou, wat wij merken is dat heel veel mensen de weg kwijtraken. Zijn wij een dokter geweest, in een ziekenhuis geweest, er is een probleem. En ja, waar moeten ze dan heen? Nou, dan gaan ze vaak eerst naar hun dokter, maar zitten ze ook wel tegen aan te hikken. Dat werkt niet zo. Er zijn klachtencommissies in ziekenhuizen, maar dat is ook voor mensen vaak een drempel. Je kunt een zaak aanspannen, maar dat is natuurlijk helemaal een enorm grote drempel. Dus wat wij veel horen van mensen, is dat het echt heel ingewikkeld is om in de hele doolhof, zo kun je het wel noemen, hun weg te vinden. Als je een klacht hebt, dan is het goed om die eerst met je zorgverlener, met je dokter, te bespreken. En naar de klachtencommissie van het ziekenhuis te gaan. Maar heel vaak is dat lastig. Zeggen mensen van ja, maar dat heb ik al gedaan. Of ik vind het een hele stap. Of ik word niet gehoord. Je kunt in ieder geval de conclusie trekken dat het in het klachtrecht voor mensen nog veel verbeterd moet worden. Binnenkort wordt het onderwerp ook in de Kamer behandeld. Wij vinden in ieder geval dat er een forse verbetering nodig is om mensen meer positie te geven, om patiënten met klachten in hun positie te versterken. Er is de geschillencommissie waar mensen naartoe kunnen. En wij vinden in ieder geval dat een van de verbeteringen die moet plaatsvinden, is dat die geschillencommissie een bindende uitspraak kan doen, zodat daar ook de vrijblijvendheid een beetje van afgaat.